De outlet. Altijd fucking druk daar, joh. Nou, we rijden in Roermond. En hier rechts heb je zo direct het station. Hele leuke stad met terrasjes, helemaal vol met terrasjes. En we zijn onderweg naar de Maasplassen. Na 600 meter, links afslaan, Wilhelmina Singel. En dan gaan we gewoon een rondje tussen de plas maken, zeg maar. Het is een mooie zondagmiddag, 3 uur geweest. Ik heb er al een stukje op zitten, maar Olly is deze keer niet meegegaan. Die had last van hooikoorts en benauwdheid en nou, je bent ook niet van plan om je helm helemaal vol te niezen. Dus ik ben solo vandaag. Links afslaan, Wilhelmina Singel. Links afslaan. De outlet. Altijd fucking druk daar, joh. Rechts afslaan richting Hatenbloer. Ja, dat is een mooi plekje om even een sigaretje te gaan doen. En een slokje drinken. En ondertussen krijg ik ook al wat druppeltjes in mijn gezicht. En weer een, en weer een, weer een, en weer een. Na 600 meter rechts afbuigen. Daarna aan het einde van de weg links afslaan. Er was ook regen voorspeld hoor, dus niet al te raar van opkijken natuurlijk dat ik een beetje over me heen krijg. Oh, het is nou iets meer dan een beetje. Dat is wel even vervelend. Maar ja, het hoort er ook bij, hè, motorrijder. Nou is het wel zo dat ik van papier ben, dus ik er blijft niet veel van mij over. Rechts afbuigen. Richting Hatenboer. Daarna, aan het einde van de weg, links afslaan. Aan het einde van de weg, links afslaan, de Weert. Nou. Dan gaan we daar maar eens even kijken voor een peuk. Links afslaan. Hatenboer en de Weert. Super recreatief hier allemaal. Strandbarretje, ijssalon.
Nou, mocht je een keer in de buurt zijn met mooi weer in Roermond, nou ja, kijk toch eens even aan. Je kunt zelfs nog met je jachtje gaan liggen. Zo direct aan de linkerkant, daar achter die bomen daar, dan heb je, nou, ik zal daar wel even stoppen. En ja, baan, ik weet niet hoe je het noemen moet, maar. En dan kun je ja, op een soort skateboardachtig iets, zeg maar, zonder wieltjes, weet ik veel, flowboard, snowboarding apparaat gebeuren, kun je laten rondtrekken. En dan kun je kitesurfen of weet dat? Nee, ook weer niet. Eens kijken hoe ver ik daar kan komen. Een fietspad. Kun je ook weer niet echt maken natuurlijk, hè. Of wel. Nou ja, kan wel. Maar we komen zo direct wel op een plekje en dan kan ik je wel laten zien wat het is. Maar het is hier wel vol recreatie en echt hartstikke veel te doen hier. Dus heb je het warm en je bent in de buurt, dan is dit wel een mooi plekje om naartoe te gaan. Zet ik hem hier even neer. Kijk, dat bedoel ik. Dan gaat hij met zijn plankie. En je kunt ook nog sprongetjes maken als je lef hebt. Nou, hij doet dat wel een beetje, hij daar. Sluis. Er zitten meerdere sluizen hier achter elkaar. Aan het einde van de weg, rechts afslaan, sluisweg. Dat zeg ik. Dit is de sluis. En daar heb je ook nog een sluis. Rechts afslaan. Sluisje. Hé, hey, ook al zeg het bankje is weg. Man. Hier op het hoekje hebben we regelmatig gezeten. En daar heb je weer een sluis. Aan het einde van de weg, links afslaan, oosten. En in de verte zag je ook weer die twee schoorstenen. Ik kan hem hier wel even op de parkeerterrein zetten, denk links ik. Links afslaan. Als het zin heeft, nee, hij heeft niet veel zin. Mag je toch niet komen. In ieder geval, dat waren de sluizen.
Heel. Links afbuigen, Roetbeemden. Roetbeemden, Beemden. Zo. Beetje mooie huisjes hier. Kijk. Rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag. Links afslaan. Napoleonsweg. Er zit ook een heel verhaal aan, Napoleonsweg. Het is met een Napoleonsroute van of naar Spanje, geloof ik. Maar ja, google het maar eens. Napoleonsroute.